Dag Pieter. Hallo. Gaan we daar babbelen? Welkom, kom verder. Pieter van der Wallen, ja, u bent de coördinator van postgraduaat BIM-management aan de Gowest. En BIM, ik heb het al heel vaak horen klinken, die naam in de bouwsector, maar wat is het precies? BIM is een virtueel gebouwmodel, een driedimensionale weergave van een gebouw waar dat we overal etiketjes aan hangen. Een raam is een raam, een deur is een deur. Dus een vat vol data die ook een vorm heeft en die we eigenlijk doorheen het proces maken, vormen en laten doorstromen naar het gebouwbeheer. Ja, betekent dat dat je er dan in kan rondwandelen en zo? Of? Dat kan. Het is driedimensionaal. Ik kan een bril opzetten, ik kan erin rondlopen, ik kan het op de computer bekijken en erin rondlopen. Maar het allerbelangrijkste is dat het eigenlijk een soort digitale tweeling is van uw gebouw en ook uw uitvoering. Dus je ziet hoe het gebouwd moet worden. Ja. Dus je kan elke knoop, elke vierkante centimeter in detail bekijken. Ja. Ja, wat is dan de cruciale rol van een BIM-manager? Wel, dat moet gestructureerd worden en dat is een gans proces. BIM-management is eigenlijk iets dat ideaal begint vanaf de totstandkoming van een opdracht. En pas eindigt bij gebouwbeheer of zelf verder. Bij circulariteit, hergebruik, noem maar op. En die is een soort dirigent van het proces. Die zorgt ervoor dat iedereen de afspraken naleeft, die iedereen de BIM-visie volgt. Dat de doelstellingen behaald worden en dat iedereen die deelneemt aan het proces, want eigenlijk wordt het gemaakt door mensen, niet door software, want het zijn de mensen die de software bedienen, om te zorgen dat zij hun talenten optimaal kunnen inzetten om de beste uitvoering te krijgen en uiteindelijk het beste gebouw te krijgen. Dat is de rol van een BIM-manager, dus zowel people management als inzicht in software, hardware, controlerende taak, op de vingers tikken, aansturen. Ja, een zeer veelzijdige functie. Ja, en de Gowest is natuurlijk ook bekend voor game design en development. Is er zo een mogelijkheid voor de bouwsector om ook die mensen eventueel aan te trekken? Op vandaag doen we dat al. We simuleren alles. We maken een virtueel model. We wandelen daarin rond. We tonen het aan de bouwheer om het duidelijk te maken, aan de uitvoerder om het duidelijk te maken. We kunnen van alles simuleren, veranderen. We kunnen ook simuleren wat we nadien met het gebouw doen. Het zijn allemaal zaken die perfect matchen met wat een game-omgeving eigenlijk is. Dus een kruisbestuiving is echt wel mogelijk? Ja, die is er vandaag al en die zal alleen maar groter worden. Maar BIM is wel geen spelletje, hè? Wat toch? Oké. Het is plezant om te doen. BIM is leuk, ja. Okay. BIM is leuk als je goed kunt samenwerken. Oké. Dus we worden allemaal BIM'ers. Dank je wel, Pieter. Graag.